In de vorige video had ik gezegd isotoop. En toen zei ik het alsof het een heel erg eng moeilijk ding is. Nou ja, een isotoop. Zo van isotopen, gevaarlijke deeltjes, altijd vanuit de buurt blijven. Is niet zo. Isotopen zijn namelijk gewoon atomen. Alleen, jullie hebben tot nu toe misschien gehad van... Oh, er zijn 120 verschillende soorten atomen. Ja, dat klopt. Maar, dan is er maar één soort koolstof. Is er maar één soort uranium. Is er maar één soort waterstof. Nee, dat is juist het hele verhaal. Er bestaat bijvoorbeeld met waterstof... Ik schrijf hem heel even op. Bestaan er al 3 verschillende soorten. Er bestaat waterstof 1. Er bestaat waterstof 2. En er bestaat waterstof 3. En waterstof 1, daar zitten protonen in. En protonen, dat zijn de positieve deeltjes in een atoom. Die positieve deeltjes bij waterstof 1 heb ik 1 proton. Bij waterstof 2 heb ik 1 proton. En bij waterstof 3 heb ik 1 proton. Ja, dat was niet zo verrassend, hè? Nee, misschien wel, misschien niet. Maar als ik de hoeveelheid protonen zegt wat voor soort stof het is. Dus ik zet er wel even bij. Welk soort stof? Het is. Alleen, daar hebben we ook neutronen bij. En de neutronen, waterstof 1, heeft 0 neutronen. Heeft 1 neutron. Waterstof 3 heeft 2 neutronen. En misschien dat jullie ondertussen hebben kunnen leren tellen. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 2. En 1 plus 2 is 3. Dus dat betekent, ik heb 3 verschillende waterstofdeeltjes. En dat heeft puur te maken met de hoeveelheid neutronen. Dit is waterstof. Ja, ik zou hem ook kunnen gaan tekenen. En als ik hem ga tekenen, dan kan ik zeggen, ik heb 1 plusdeeltje. En, oh wacht, bij waterstof 1 heb ik nog geen mindeeltjes. Ik heb waterstof 2, dan heb ik 1 plusdeeltje. En dan heb ik 1 neutraal deeltje. En ik heb waterstof 3, dan heb ik 1 plus deeltje. En dan heb ik 1, 2 neutrale deeltjes. Ja, dit gaat al leuk. Even een ander stuk. Ik heb weinig ruimte over. Dan heb ik nog ruimte over op mijn scherm. Weet je wat, ik doe het gewoon hier. Ik teken nog één andere, namelijk een andere veel voorkomende, is de stof koolstof 12 of de stof koolstof 14. De stof koolstof 12 heeft namelijk ook weer protonen in zich. En als ik ga kijken naar koolstof moet 6 protonen hebben. Net zoals koolstof 14 heeft 6 protonen. Maar het aantal neutronen heeft koolstof 12 heeft 6 plus 6 is 12. Koolstof 14 is 6 plus 8. Dat is 14. Dan heb ik dus in dit geval 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus deeltjes. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrale deeltjes. En ga ik naar koolstof 14, dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 protonen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 neutronen. En zijn deze deeltjes nu anders? Nee, eigenlijk niet. Scheikundig gezien zijn het precies dezelfde deeltjes. Alleen, soms doen ze iets net iets anders. En dat is wat we in de volgende video gaan bekijken. Goed, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.